Het lijkt erop dat het conflict tussen André Hazes en zijn moeder, Rachel Hazes, alleen maar grimmiger wordt. De advocaten van beide partijen zijn nu ingeschakeld om te zoeken naar een uitweg in deze bittere familieruzie. De reden: Rachel heeft haar zoon juridisch gezommeerd om te stoppen met het gebruiken van de naam André Hazes. De vrouw die ooit de grote liefde was van de legendarische volkszanger, wil nu voorkomen dat haar eigen zoon zijn eigen naam gebruikt. Een smerige juridische strijd is hiermee officieel losgebarsten. Vorige maand begon de bom te tikken. Ragel stuurde een juridische brief naar haar zoon waarin ze eiste dat hij stopt met het voeren van de naam André Hazes. Alsof dat niet pijnlijk genoeg was, gaat het hier niet alleen om de artiestenaam van haar zoon, maar ook om de nalatenschap van haar overleden echtgenoot en zijn vader. Een bittere pil voor André, die niet van plan is om hieraan toe te geven. We hebben nu een reactie van haar ontvangen, en de advocaten gaan nu samen kijken of er een uitweg mogelijk is, laat een woordvoerder van André weten. Verder houdt hij zijn lippen stijf op elkaar, maar het mogen duidelijk zijn: de sfeer tussen moeder en zoon is ijzig. Terwijl de advocaten vechten in de rechtszaal, lijkt André zijn toevlucht te zoeken in zijn muziek. Vrijdagavond trapte hij zijn nieuwe clubtour af, en volgens zijn woordvoerder wil hij zich nu vooral richten op de positieve energie van zijn fans. Muziek is altijd al zijn redding geweest, maar of het hem deze keer kan behoeden voor het drama dat zich in zijn familie afspeelt, dat valt nog te bezien. Rachel zelf, niet bepaald een vreemde van de media-aandacht, blijft in alle stilte achter de schermen opereren. De afgelopen weken was ze onbereikbaar voor commentaar. Een tactische zet of simpelweg ontwijkend. Het blijft gissen. En alsof de ruzie met André nog niet genoeg was, sleept ook dochter Roxanne haar moeder voor de rechter. Vorig jaar begon ze een kort geding tegen Rachel vanwege de erfenis van weilen André Hazes SR. Volgens het testament van haar vader zou Rachel helemaal geen aanspraak maken op de erfenis, maar dat heeft Rachel blijkbaar anders geïnterpreteerd. De vraag wie recht heeft op het fortuin van de volkszanger zorgt voor diepe kloven in de familie Hazes, die voorlopig nog niet geheeld lijken te worden. Het is wel duidelijk dat de strijd om de naam en de nalatenschap van de grote André Hazes nog lang niet voorbij is. De wonden in de Hazes familie lijken dieper te worden naarmate de juridische gevechten zich opstapelen. Terwijl André door het land toert en zijn fans probeert te vermaken, blijft er boven de Hazes familie een donker wolk hangen die met de dag donkerder wordt. Wat de uitkomst ook zal zijn, één ding is zeker: dit drama is nog lang niet afgelopen.